Ronald de Boer, Onno Hoes, Jan Kooijman, Ahmed Akkabi, Akwasi of Spike. Dat zijn kanshebbers op de titel Best Geklede Man van 2016. Vanuit de verkiezingen bij ons aangeschoven Desi Ridder, fashion editor van Esquire, die de verkiezing organiseert. Is trouwens nog een verrassing, die uitslag? Of weten jullie het al lang? Nee, het is nog steeds een verrassing. Omdat mensen nog steeds kunnen stemmen ook? Nee, de uitslag is nog niet bij ons bekend. Dus het is nog steeds een verrassing. Volgens mij konden ze tot gistermiddag stemmen, maar dat weet ik niet zeker. Nee. En als je deze mannen zo ziet, hè, eigenlijk vertegenwoordigen ze allemaal iets anders binnen de mode, als ik zo naar die foto kijk. Ja, en dat is natuurlijk ook het leuke daaraan. En daardoor zijn ze ook allemaal genomineerd. Ja, en als jij nou eens even ons als deskundige doorheen loopt, als ik zeg, oké, Ronald de Boer, wat is dat voor stijlicoon? Nou, die weet gewoon heel goed hoe hij een pak draagt. Daar staat hij ook bekend om. Hij zit altijd in een goed pak aan tafel. Ja, echt. Ik ken het niet, hoor. Nee, maar je kijkt me zo aan van, oké. Nee, maar ik denk ook dat het met Ronald te maken heeft dat hij een vrouw heeft die daar heel erg op let. Ja, en zijn dochter, die is ook wel heel erg met mode bezig. Volgens mij volgt ze ook een modeopleiding. Ze was ook bij de shoot die dag. Dus hij zei tegen mij dat ze soms wel eens even op zijn vingers tikt van... Oké, maar zo'n Spike bijvoorbeeld, dat is een soort Brits icoon bij mm-hmm. waar je zit te kijken, toch? Mm-hmm. Dat is helemaal niet Hollands, vind ik eigenlijk. Nou... Nee, vind ik dat als je zegt... Het is niet dat je denkt van, nou, dit heb ik nog nooit gezien. Nee, maar het is niet dat je zegt, dit is Hollandse kleding waar je in zit. Dit is Hollandse kleding waar we hier naar zitten te kijken. Dit zijn niks, hè? Nou, ik vind die haartjes die eruit komen een beetje heftig. Ja. Maar heel veel vrouwen vallen daarop. Op dat borsthaar? Ja. Ja. Oké. Okay. Maar mag dat niet, borsthaar bij mannen? Nou, deze grijze haren die er zo ver uitkomen, vind ik wel heel erg. Je bent 67, dan mag toch grijs borst staan? Ja, kijk, wat er ook gebeurt, ik ga toch niet met een tondeuze mijn borst zitten scheren? Nee, dat denk ik ook niet, maar misschien het bovenste knoopje. Nee joh, dat interesseert me helemaal niet. Nee, nou ja, maakt ook niet uit, maar goed, jou kan ik afschrijven. Maar er is een doelgroep voor, ongetwijfeld hoor. Heb jij groepjes in het land? Heb jij groepjes? Ja, maar we hebben in onze Schouwburgtour nog nooit iemand onder de 40 in de zaal gezien. Dus ik lig erg goed bij de huisvrouwen van middelbare leeftijd. Nou, dat is toch ook een stijlicoon, dat op zijn manier. Oh, jij kunt echt dodelijk kijken. Ja, ze is echt heel serieus. Maar je zit ook naar mij te kijken, zo van dat dit kan ook niet. Nee, zo'n vrije tijdsvestje, Albert, daar scoor je ook niet mee. Nee, ik merk het. Zeg het maar. We zitten ervoor. Ga je gang. Maakt mij niet uit. Gooi hem er maar in. Nou, ik vind dat jullie beide al goed je best hebben gedaan. Kijk, ik vind die kleuren die je aan hebt, die staan je echt heel goed. En het staat heel meer bij je ogen. Kijk, je begint ik smelt helemaal weg. Ja, maar dat is voor jou een tik, volgens mij. Je zit altijd iedereen te bekijken. Nee, dat valt allemaal wel mee. Kijk, weet je wat het belangrijkste is? En dat is eigenlijk voor iedere man en iedere vrouw. Het gaat gewoon om dat je iets aan hebt wat je zelf cool vindt, wat je zelf tof vindt. En dat je dat zelf ook gewoon met die overtuiging draagt. Ja. Nou, dat doen wij toch? Ja. Ik voel me zo aangevallen hier. Wat heb je nou tips? Want binnenkort ga ik winkelen. En dan misschien koop ik nog een vest of nog een overhemd. Wat zou je mij nou aanraden? Waar begin ik deze? Wat zou ik jou aanraden? Nou, ik vind die grijze kleur, die staat je wel goed. Maar misschien een andere, ik vind het niet een hele mooie combinatie. Dat lichtblauwe met het grijs. Nee, maar het is ook Manon Meijers doet mijn fashionist met Guus Meeuwis. Dus Guus krijgt nu alle goede outfitjes, snap je? Ik krijg niks meer. Dus nee. Guus is op, die krijgt wat moois. En ik heb dit. Nou ja, ja. Goed. Nou, tips voor thuis. Waar moeten we op letten als we gaan winkelen? Dat je er gewoon iets koopt wat bij je past. Kijk, je moet geen pak gaan dragen als je dat... Kijk, als jij echt geen pak draagt, dan moet je ook niet nu een maatpak laten maken van weet ik hoeveel, 100 euro. Want daar word je niet gelukkig van en dat, dan ga je het ook niet met overtuiging dragen. Ik denk dat iedere Nederlandse man toch wel een mooie kooltrui in de... Nee, vind ik vreselijk kooltruien. Die draag ik niet. Maar wat vind jij wel leuk, Johan? Nou, ik draag onder een pak gewoon een overhemd. Een t-shirt vind ik ook vreselijk en een kooltrui ook. En jij noemt maatpakken, maar ik pas perfect in maat 50 confectie. Waarom zou ik een maatpak laten maken? Nou, dat hoeft niet, als jij gewoon prima... Nee, maar dan heb je al een pre, geloof ik, hè, als het een maatpak is. Maar is het dan, want dat zeg jij misschien ook, is het ook dat het meteen duur moet zijn als het een stijl is? Want dat denk ik dan. Nee, het hoeft niet per se duur te zijn, maar het is wel belangrijk dat je voor kwaliteit gaat. Je bent vreselijk streng. Nou, we gaan het allemaal afwachten. Een leuke, ik vind trouwens Esquire een rotblad. Ik bedoel, laat ik dat dan ook even gezegd hebben. Het is een heel klein, onbeduidend blad. Nee, daarom, we hebben het eigenlijk over. Deze ontzettend fijn dat je er was. Dankjewel en veel feest vandaag.